De Harderwijkse fotografe Marijn Vidder won recentelijk met haar fotoserie Stoute Zellen de zilveren camera. Op zijn minst heel opmerkelijk dat een jonge vrouw van 22 jaar al zo'n belangrijke fotografie-onderscheiding krijgt uitgereikt. Ik mocht met Marijn een middagje mee tijdens het fotograferen van de 3-jarige Eva die lijdt aan het Ewing-sarcoom, een bijzondere vorm van botkanker. Terwijl Marijn met Eva aan het spelend fotograferen was, kon ik mooi een gesprek aanknopen met Cheryl en Ellen, de ouders van Eva. Ik was onder andere benieuwd naar de impact van een ziek kind op je gezin en je relatie. Nou, spelen we weer. Wat gaan we doen? Gaan we boven spelen. Ja? Eva heeft een kwaadaardige vorm van botkanker. Het Ewing-sarcoom. En bij haar zit het bij haar stuitje. Onderaan het ruggenmerg. En het groeit ook in de zenuwen. En ze heeft ook uitzaaiing in de longen. Ja, dus daar zijn we nu volop voor in behandeling. Hoe lang heeft ze dat, Charles? In juni 2019 hebben we de diagnose gekregen. Hoe hebben jullie dus dat, inmiddels een half jaar. Okay. Hoe hebben jullie dat ontdekt? Eva klaagde heel veel over pijn in haar stuitje. Ze noemde het poepieouw. En op een gegeven moment zijn we naar de huisarts gegaan. En daar hebben we dus wat medicijnen mee gekregen voor obstipatie en voor wormpjes ook volgens mij. Ja, wormenkuur. Ja, omdat ze eerst dachten van nou goed, dat kan dat zijn. Maar je denkt natuurlijk niet gelijk aan het ergste. Nee, maar na een aantal bezoeken verder zeg maar, bij de huisarts zijn we uiteindelijk doorverwezen naar de kinderarts in het Wilhelminaziekenhuis in Assen. En om een lang verhaal kort te maken, op een gegeven moment is zij onder de scan geweest. En daar bleek dan een tumor van te grootte van een mandarijn in haar rug te zitten. Zo. Zijn er veel kinderen in Nederland die dit sarcoom hebben? Wij kennen er zelf persoonlijk 4 of 5 kinderen. En er zullen ongetwijfeld wat meer zijn, maar het is wel heel zeldzaam. Hebben jullie daar ook onderling contact mee op een of andere manier? Dat je elkaar een beetje kunt ondersteunen of misschien informatie kan geven? Ja, ja, ik heb wel contact met de moeders van die kinderen. En natuurlijk wissel je wat ervaringen uit en elkaar ook een beetje hard om de riem steken als een keer wat moeilijker gaat. En wel veel steun aan, ja. Dat het een zeldzame ziekte is, betekent ook dat men er eigenlijk nog niet zoveel over weet. Nee. Wat betekent dat eigenlijk met de onderzoeken naar haar? Is er wel voldoende kennis over deze kwaal? Ik denk niet dat er voldoende kennis is. Het kan altijd meer. Mm-hmm. Alleen ik denk dat er heel veel geld voor nodig is. Als je dan kijkt naar de kinderen die kanker heeft. Ik denk ongeveer 50% dan leukemie heeft. En de andere 50% is dan verdeeld onder de andere vormen van kanker. Dus als je naar leukemie gaat kijken, is daar veel meer onderzoek naar dan bijvoorbeeld een Ewing-sarcoom. Ja. Dus dat is dan wel weer een beetje een extra probleem erbij. Dat de artsen eigenlijk ook zoekende zijn naar klopt. Dingen. Ja. En misschien meer moeten testen en dat soort zaken. Ja, ja. Want het protocol waar zij mee behandeld wordt, dat dateert uit 2009. Dus eigenlijk al 11 jaar oud. En de artsen geven ook wel toe dat er gewoon nu nog niks nieuws is. Dus dat het behandelplan is. Terwijl ze in Amerika al veel verder zijn met de onderzoeken en de behandeling naar Ewing-sarcoom. Dus als je dat weet, denk je van waarom in Nederland niet? Nee, snap ik. En de overlevingskans is vrij klein bij deze vorm van kanker. Dus dan denk je, ja, doe iets. Daar komen we straks nog even over terug. Hoe ziet de situatie op dit moment? Wat voor behandeling krijgt ze op dit moment? Ze krijgt de chemokuren. Ze heeft, even kijken hoe lang is het geleden, twee maanden geleden, zijn we gestopt met de bestraling. Heeft ze 6 weken bestraling gehad. Dus eigenlijk een beetje een combinatie van chemo en bestraling. Mm. En omdat ze uitzaaiing naar longen heeft, volgt straks ook nog 2 weken bestraling voor haar longen. Mm. Hoe ondergaat zij het zelf, Eva?
Ja, eigenlijk buitengewoon goed. Ja? Ja, boven verwachting. Ja. Als je dan denkt wat voor rotzooi ze eigenlijk in haar lichaam krijgt en wat ze allemaal te verduren krijgt. Ze blijft gewoon vrolijk in het leven staan. Ze is echt een kind van 3. Ik heb haar ontmoet. Het kwam heel spontaan over, klopt dat? Ja. Heel spontaan kind. Ja, ze is heel open. Voor 3 jaar. Ja, ze is voor haar leeftijd sowieso al wel een stuk verder. Dat was ze al voordat ze ziek werd. Maar door alles wat ze nu meemaakt is dat eigenlijk nog meer. En ze is heel wijs voor haar leeftijd. En ja, heel open naar mensen ook. Ja. Dat helpt haar wel ook. Ja. Hoe staan jullie erin samen in deze ziekte? Het is ook al wat, hè? Als je kind ziek is. Dat lijkt mij vreselijk sowieso. Ja. Op het moment dat je hoort dat zij een tumor heeft. Hè, dan weten we niet. Hè, dan moest het nog een naam gegeven worden. Maar dan stort je wereld in. Maar op een gegeven moment hebben we wel tegen elkaar gezegd van hoe dan ook, dit traject moeten we gewoon doorlopen. We hebben eigenlijk geen keus. Dan vullen we dat maar zo positief mogelijk in. Zodat we later ook, hoe het dan ook af mag lopen, dat we terug kunnen kijken op een tijd waarin wij in ieder geval alles hebben gedaan. En dat het niet aan ons heeft gelegen. En dat we gewoon positief blijven. Dat sleept mij er wel doorheen, dat positieve. Maar gaat dat elke dag wel goed? Kun je elke dag positief blijven? Ja, over het algemeen wel. Je hebt natuurlijk wel wat mindere dagen bij. Mm-hmm. Logisch, hè? Dat is niet niks. We weten gewoon echt wel wat ze heeft. Ik heb wel eens een minder dag. Ja. Maar ik pak het daarna wel snel weer op. Maar kun je daar afspraken met elkaar over? Hebben jullie dat gedaan samen, afspraken over gemaakt? We gaan gewoon samen er tegenaan. We zitten niet elke dag te chagrijnen. We gaan er gewoon wat van maken. Ja, ja. Zoiets. Ja, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Ja? En als de ene een wat mindere dag heeft, dan doet de ander iets meer. En we proberen ook wel wat dingen voor onszelf te blijven doen. En zo houden we het eigenlijk een beetje vol. Maar ondanks het feit dat je weet dat het niet goed af kan lopen. Ja. Dat weet je. Ja, ja, dat is ons ook verteld. Kijk, als je te horen krijgt dat je kind een overlevingskans heeft aanvankelijk van 20-30%. Dan denk je, ja, dat is wel heel weinig. En wat gaan we nu, Maar jullie proberen alles. Zijn er ook alternatieve zaken? Jullie pakken gewoon alles aan, denk ik. Hè? Dat doe je toch, hè? Ja. Ja, zeker. Als we iets doen, willen we het echt heel goed doen. Ja. En we hebben ook geaccepteerd dat het ook dat ze het misschien niet redt. Ja. Daar was ook bij neergelegd. Want sommige dingen heb je niet in de hand. Dit overkomt je gewoon, toch? Ja. De ziekte heb je gewoon niet in de hand. Maar hoe je het invult, dat wel. Ja. Het is gewoon help. Ja. Dat moet ik, lijkt mij. Ja, zo voel je je wel. Ja. Ja. Wat betekent dat voor je relatie? De oncoloog had in de eerste week dat we in het Prinses Maxima Centrum waren, had hij al gezegd van wel goed om je relatie te denken. Dat kan je maken, hè? Je kan dichter naar elkaar toe groeien. Maar er bestaat ook een kans dat je juist dat je de relatie verbreekt. Dat ziet je ook om zich heen. Het is natuurlijk niet niks, hè? Een kind opvoeden en zorg verdragen voor die heel erg ziek is. Mm-hmm. Ik heb het idee dat het ons wel sterker heeft gemaakt. Wij zijn echt een team. Ja. En dat is niet alleen Ellen en ik, maar ook Eva. Gewoon echt met z'n drieën. Ja. Echt een eenheid zijn. Echt een eenheid. Kun je zeggen dat je eigenlijk een reis samen maakt? Ja, zeker. Ja. Eva heeft ook nog een broer van 14. Die is eens in de 2 weken is hij bij ons. En ook hij gaat er heel goed mee om. We zijn echt een team en Eva heeft gewoon heel veel steun aan ons. Ik heb echt het idee dat wij dichter naar elkaar toe gegroeid zijn. Ja, als gezin zijn ook. Ja. Gek eigenlijk, hè? Dat dan op een gegeven moment de positieve kant moet zijn. Ja. 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 Ja, maar ik ben heel tevreden hoe we het doen. We staan er hetzelfde in. En ik denk dat dat sowieso in de opvoeding van je kind belangrijk is. Mm. Dat je de neuzen dezelfde kant op hebt. En wij staan er gewoon hetzelfde in. Maar jullie zijn jonge ouders, het overkomt je gewoon. Je had dat uiteraard anders gewild. En toch zeg je van nou, er zit ook een positieve kant aan. Ja, ja. 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 Dat, wij proberen wel het positieve uit te halen. En wij zitten niet in zo'n spiraal, een negatieve spiraal, zeg maar. Hè? Op het moment dat je denkt van ja, het gaat niet zo lekker. Ik heb wel eens een keer dagen, dat voelt me echt niet lekker. En dan ben ik wat chagrijniger of jij. Ja. Maar ik denk dat we elkaar daar wel heel goed in opvangen. Ja, daar is wel een balans in. Ja. We blijven niet in de negatieve spiraal zitten. Nee. We zijn ook van mening dat eigenlijk een beetje verspilde energie is. Ze is er nu nog. Hopelijk blijft ze bij ons nog heel lang. Maar je weet het niet. Dus
wij willen alle energie die we hebben, want een ziek kind vreet gewoon ontzettend veel energie. De energie die je dan nog hebt, om dat zo positief mogelijk te gebruiken. En ik denk dat met negativiteit en boosheid, dat niemand daarbij gebaat is. Wij zelf niet, Eva niet, maar ook de mensen om ons heen niet, de hulpverleners niet. Niemand kan hier wat aan doen. Dat is gewoon zo. En kinderen voelen hun ouders ook wel haarfijn aan. Hè? Op het moment dat wij heel negatief blijven en als het niet goed zou gaan in onze relatie, dan zou het ook niet goed zijn voor Eva. Nee. Ik denk dat zoals zij ons dat nu ziet... Dat zou ze merken, bedoel je? Jawel, ja, zeker weten. Ja, dus ik denk, zij ziet nu dat wij wel positief erin staan, dat we vrij sterk zijn. Dat maakt haar ook sterker, geeft ook vertrouwen. Ja. Zijn een beetje een soort van voorbeeld voor haar. Ja. Je werkt bij de politie, heb ik begrepen. Hoe gaan ze daarmee om? Ja, supergoed. Eigenlijk kan het niet beter. Ik krijg de tijd van, van mijn werkgever. We hebben gewoon wekelijks contact. Daar heb ik echt geen klachten over. En daar ben ik wel heel blij om, want dat is echt een zorg minder. We spreken ook mensen in het ziekenhuis, ouders van kinderen die dat niet hebben. Die moeten of maar weer op het werk verschijnen, of ze moeten stoppen met werken. Als je een ziek kind hebt, dan is dat echt een hele grote zorg. En dan wil je dat er echt niet bij hebben. Dat heb ik niet. Mijn werkgever, die ben ik eeuwig dankbaar. Dus je werkt op dit moment gewoon niet? Op het moment werk ik niet. Nee. En hoe lang is dat dan? Dat is al wel een tijdje. Het is eerst ingevuld met calamiteiten. Zorgverlof, calamiteitenverlof. Ja, speciaal iets. Ja. Precies, dus ze vullen het zo goed mogelijk in. Ja, helemaal top natuurlijk. Dat is echt wel iets wat je als ouder van een ziek kind wil hebben. Ik gun het iedereen. Daar heb je gewoon geluk mee eigenlijk. Omdat je in de overheidsdienst bent. Ja. Het is natuurlijk een hele grote organisatie. Daar kunnen ze mij wel even missen. Dus ja. En jij hebt ook een baan of was je gewoon huisvrouw? Nee, ik was net begonnen met een studie voor anesthesie-medewerker. Mooi. En toen overleed mijn vader vrij plotseling in maart vorig jaar. Okay. En we hebben gewoon eigenlijk al 3 hele zware jaren gehad met veel overlijdens. Echt binnen de familie of heel dichtbij? Ja, ja. En het overlijden van mijn vader, dat was voor mij even de druppel. Dus ik kwam thuis te zitten met een burn-out. En nog geen 1,5 maand later krijg je dan te horen dat je kind kanker heeft. Dus ja, ik zit... Zit hier gewoon nog zo, dat vind ik knap. Ja, maar je hebt ook geen keus. Je hebt geen keus, dus je moet ermee verder. En ik wil gewoon dat Eva zo fijn, mooie, mogelijke tijd heeft met ons samen. Want ja, je weet niet hoe lang je nog hebt. Nee. Dus... we zijn hier ook om Marijn Vidder, die... Eva fotografeert. Ja. Hoe is dat? Wat betekent dat voor u eigenlijk? Dat er hele mooie foto's van haar worden gemaakt? Ik vind dat heel belangrijk, dat we mooie foto's hebben. Ook hier ook weer, hoe het ook afloopt. We kunnen dan wel weer terugkijken van welke tijd we samen hebben doorgemaakt. Voor Eva ook later om terug te kijken wat zij allemaal heeft doorstaan. Natuurlijk een meisje van 3. Ik denk niet dat ze alles onthoudt. Ja, ik vind het heel belangrijk. Ja, dus hoe het ook af mag lopen, en we gaan uit voor positief natuurlijk. Zeker. Dan heb je prachtige mooie foto's. Zeker, want Marijn belicht, wij maken zelf ook heel veel foto's en filmpjes van Eva. Maar Marijn belicht het toch van de andere kant. En Marijn mag op plekken komen waar wij zelf niet mogen komen tijdens de behandeling. Dus dat is voor ons gewoon heel waardevol. En ik hoop straks ook voor Eva om dat terug te kunnen zien. Want ik was toen straks bij de begroeting tussen jullie en Marijn. Ik denk, nou, die kennen elkaar al jaren. Maar we hebben wel een goede band opgebouwd. Er is een hele band opgebouwd met haar. Hè? Ja. Want hoeveel keer is ze hier? Vierde of derde keer? Nee, vierde of vijfde keer. Denk ik dat we elkaar zien. Volgt Eva dus heel duidelijk. Ja, ja. Okay. Ja. Maar zo is Marijn dus eigenlijk een beetje bij ons terechtgekomen. En zij doet dan de serie Stoute Cellen. Ja. En toen benaderde ze mij van, goh, zou ik jullie Eva ook mogen volgen? En, dat vonden we eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, van een hele eer. Ja. Ja, dus zodoende zijn we met elkaar in contact gekomen. Want Marijn is wel heel apart, hè? Die heeft sinds kort de zilveren camera. Ja, ja. Nou, ook met jullie foto, ja, hè? Ja, klopt. En dat is natuurlijk geweldig. Ja. Daar zijn we ook heel trots op. Ja, ook trots op Marijn, zo jong als ze is. En dat maakt denk ik ook dat ze zulke foto's kan maken. Ze wint het vertrouwen van een kind. Ze heeft een leuke klik mee. Marijn is overal voor in. Ja. Dus dat vinden kinderen natuurlijk geweldig. Het is natuurlijk ook wel lastig om kinderen op de foto te krijgen. Ja.
En dan vooral bijvoorbeeld Eva, die al heel veel moet doorstaan. Maar ze laat Marijn wel toe in haar leven. En dat is wel mooi te zien. Ja, want Marijn fotografeert alles. De leuke, maar ook de minder leuke momenten. Dus in het ziekenhuis, hè, spannende momenten. Ja. Een scan of wat dan ook. Ja. Noem maar op. Ja. Maar ook thuis in haar eigen omgeving. Ja, ze maakt prachtige foto's. Dus dat is heel fijn. Een bijzonder verhaal is de totaal uit de hand gelopen kaartjesactie voor Eva's derde verjaardag. Ja, Eva die is 26 oktober 3 jaar geworden. Mm-hmm. En wij hebben best wel veel volgers op Facebook. En wij hadden zoiets van, wat zou het leuk zijn als die 200-300 mensen die altijd onze berichtjes liken, een kaartje zouden sturen. Ja, leuk toch? Ja. Dus dat hebben wij een oproepje voor gedaan op Facebook. En dat is eigenlijk opgepikt door Cheryl's collega's van de politie. Ik zei eerst nog tegen Ellen van, kijk maar uit, anders krijgen we 250 kaarten. Ja, maar uiteindelijk, doordat politie Zwolle het op Instagram, Twitter en Facebook heeft gezet, hebben wij 27.000 kaarten gekregen. Nee, toch? Ja. Die heb je gewoon thuis liggen dan? Ja, wij hebben nu denk ik 17.000 gelezen. Oh jee toch. En ze moeten nog 10.000 lezen. Oh, ja. Mag je wel een secretaresse voor aannemen bij me? Oh. Het was 27.000 kaarten, maar daar is niet alleen bij gebleven. Het was natuurlijk een kaartjesactie. Maar we hebben ook cadeaus gekregen, een stuk of 400. 200 ballonnen, hele ballonnen in die dozen. Ja? Dus het nam wat ruimte in beslag. Oh. Maar we hebben er heel veel steun uit. Ja. Nog steeds. Ja. Ik kan me voorstellen, ja. Jullie hebben Marijn uitgenodigd voor een bezoekje aan... De Efteling. De Efteling. Jullie gaan een paar nachten naar de Efteling. Ja. En toen heb je gezegd, Marijn moet er gewoon bij zijn om een paar mooie foto's te schieten. Ja. Ja. Van het leven gewoon zoals het is. Ja. Lekker spelen en als kind gewoon kind zijn. Ja, en niet alleen die ziekte. Nee, gewoon alles. Alles bij elkaar. Eva kan gewoon lekker kind zijn en in de Efteling is dat natuurlijk helemaal een mooie setting om denk ik hele mooie foto's te maken. Dus, dat is ons eigenlijk gedoneerd aan ons vanuit de stichting Advitam. Die heeft ons 3 dagen Efteling cadeau gedaan. Heerlijk toch? Ja. Geniet ervan. Ja. Zeker weten. Gaan we doen. Dankjewel. Dank jullie. Bedankt.